Hello and welcome back to episode 4 of the Phoenix Build. Things didn't go according to plan. We were supposed to go scavenging hunting, getting a lot of parts from Custom Concepts. Unfortunately, due to quarantine and rules right now in the Netherlands, we couldn't. We will go to Alex at a later time, but right now we're going to MRV. We asked Geert-Jan if he could speed up the process of the heads and headwork. So he worked late, which we have to say thank you for. And now we are going to MFA and show you all of the bits and pieces and the modifications that we do to the heads of the engine. And Ruud also has some information about the crankshaft. So let's go. Dus Geert-Jan, leg uit. Wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag de cilinderkop bewerken. Wat doen we er eigenlijk allemaal aan? Er komen ze grotere kleppen in. De uitlaatzetel kunnen we behouden. De inlaatzetel wordt vervangen door middel van een grotere maat. Waardoor de keel ook groter wordt. De inlaatpoort, zoals je ziet, wordt in de CNC-bank het begin gemaakt voor de mooie keel. Dat we de mooie flow hebben. En dan gaan we met de hand de poort bijwerken. En dat is allemaal om te zorgen dat er een funnel ontstaat. Een snellere tunnel van de luchtstroming in de inlaatkanaal, waardoor er meer lucht in de motor kan komen. Oké, top. Dus dat gaan we nu doen. Ik geef daar een collega van mij door, dus die gaat dat voor jullie regelen. Nee, mijn collega heeft de poort bijgewerkt. Ja. Nu gaan we op de Serdi koppenbank gaan we de klepzetels bewerken. Met een speciale plaat met een ronde binnenkant voor de beste flow in de motor te krijgen. Ja. En dit is om hem te nullen? Ja, nu centreert die bank zichzelf uit. Hè. Dan zie je dat die boven die kop met lucht kan die bewegen. Ja. Tot je stilstaat. Dan doe ik alles blokkeren. Nu pak ik de cilinderkop eraf. En dan ga ik de doorsteek meten, dat ik daar weet dat die kleppen allemaal op dezelfde diepte liggen van al die cilinderkoppen. Oké. Zeventiende. Moet dan nog een keer? Ja. Ik bepaal eerst de hoogte, zeg maar, wat hij nu op ligt. Ja. Hij moet nog 17e dieper, dus dan laat ik hem weer opnieuw centreren. Kijk ik wanneer dat je hem gaat raken boven de klok.
vaak moet kijken of de klep sluit. Dus in principe hoeven die ook niet meer met passen? Ingeschuurd, nee. Helemaal niet meer. De regel is, hè, als ik nu bij hem een haar eruit trek en ik leg die daar tussen, dan zul je zien, sluit hij niet meer af. Geert-Jan die zegt, als je er een haar tussen de klep en de kop legt, dan zou die niet zo goed meer af moeten sluiten. Ik zei, dat wil ik zien, dus ben benieuwd. Nu zijn we weer bij de CNC-bank aangekomen voor het vlakken. Dus we spannen de cilinderkop op. After Geert-Jan has set up the head properly, the machine takes out the feeler. This is needed to acquire the zero position of the head, so it knows exactly where the head is positioned on its axis. You can see it here acquiring this position. It's made by a few passes. The next step is to take out a much larger tool to take off all of the excess material that the welding has caused. This is to create a smooth surface for the head gasket. The final step in this process is the much smaller tool to create a surface area or a groove for the copper rings that we use to seal the head against the cylinders. The machine makes a much bigger groove than Porsche uses from the factory. This is to accommodate the much bigger copper ring that we use. We will show you this episode how we do it and why. Zetten. We hebben daarvoor nodig klepspietjes, titanium klepschotels voor de lichtheid, stalen onderschotels, verzwaarde klepveren, natuurlijk twee nieuwe kleppen en de kleprubbers. En dit is puur om te zorgen dat we meer toeren kunnen maken? Ja, meer toeren maken, dat de klep minder kans heeft voor het zweven, hè, dus het gewicht van het pakket bij elkaar zo laag mogelijk te houden voor het zweven van de klep. Oké. Nu gaan we eerst de inbouwlengte van de veer controleren. Dus dan zet ik het eentje in elkaar. 135 min 2 is 33, dus dat is in orde. Dan kan die los. Binnen, buitenveer. En cilinderkopje klaar voor gebruik. Alsjeblieft, Jan. Dankjewel. Succes ermee. Ik mis er nog vijf, maar dit ziet er helemaal top uit. Van scrapkop tot fantastische racekop door onze ingenieur hier bij MAV. Due to some audio issues, I'm going to narrate this part for you guys. We have all of the different stages that we showed you today, from the initial head as it arrives from Aquablast to the finished product that we did today together with Geert-Jan. We want to thank Geert-Jan and all of the technicians at MRV for hosting us and of course showing us all of the various stages and being allowed to film them.
from left to right, the first head on the left side is basically the head as it arrives from Aquablast. You can see the seat that's been welded and taken out. The second head is the one that has a new seat inside of it. You can see the welding spots from the strengthening that we do to make a better head surface or a stronger head surface. The third one is the one that's been modified in the CNC to be ported. It's been completely redone by the technical engineer here at MRV. The inlet and outlet canals have been completely flowed and ported. This is to increase the airflow going into the engine and out of the engine. The fourth head is the one with the guides and everything already CNC'd and measured into it. So the valves rest perfectly, as you saw with the hair experiment that we did. The fifth head is the one that's been CNC'd. The excess weld material has been taken away and there is a groove machined to take the copper head gasket. The final head is the one that's been completely done. All the valves, all of the springs are inside, and this one is ready to be mounted onto the engine. The final step in the process of the headwork is the copper ring that we've mentioned before. We use the copper rings because the original Porsche gaskets, especially if you go to bigger size engines like a 3.8 or a 4-liter, they don't have enough surface to close the head and the cylinder effectively. We like to use a T-shaped copper gasket to close the cylinder. They are readily available, we can machine them ourselves. And they create a much better surface. Here Geert-Jan is showing me what the benefit of it is and explaining to me why we use them. I will get back on this at a later stage so I can show you properly. Thank you all for watching. We hope you enjoyed the video. We hope you enjoyed watching it. Like, subscribe, and please let us know what you think in the comments. Thank you very much.